Wedstrijd gezien in de Koninklijke Loge. Hoe waren de hapjes? Nou, de drankjes waren goed. Hapjes ook wel. De wedstrijd was iets minder. Gelukkig op het laatst werd het nog leuk. Maar we hebben een leuke middag gehad, ja. Viel het je mee? Wat bedoel je de middag? Het spel van Ajax? Nou, dat viel me wel een beetje tegen. Zeker omdat je weet, je kan een kampioen worden. En de eerste helft was natuurlijk niet best. Je komt snel op voorsprong. Dus ik had wel wat meer goals verwacht, meteen al. Maar gelukkig, ja, ik bedoel, Feyenoord wint natuurlijk voor PSV. En Ajax scoort nog een paar keer op het laatst. Dus dan heb je nog wel een leuke sfeer in het stadion. Ja, volg je Ajax nog, Wesley? Ja, ik volg Ajax zover als ik kan altijd. En hoe? Via schotel of teletext? Niet elke zondag in het stadion zit. Nee. Nee, maar goed, natuurlijk volg ik Ajax nog. Ik heb hier fantastische jaren gehad. Ik ben hier als 7-jarige jongen begonnen. En ja, ik hoop nog steeds dat Ajax dit jaar kampioen wordt. Want het is wel, wat Raf net zegt, een hele lange tijd geleden. En ja, we verdienen het wel een keer, toch? Weer? Ja, het wordt tijd, zou je zeggen. Ja. Precies. Maar heb jij dan ook een kampioensploeg aan het werk gezien vandaag? Nee, dat niet. Er ontbrak een beetje aan emotie en agressiviteit. Ik vond het eigenlijk een beetje, met name de eerste helft. Ik vond het heel erg mak. Ik vond het niet echt een ploeg die voor het kampioenschap strijdt. En dan zie je wel, net wat eraf zeggen, tweede helft. Ik bedoel, Feyenoord komt voor, 2-1, 3-1. Ajax scoort 2-1, 3-1, een fantastische omhaal op het einde nog. Dat maakt het sfeertje dan weer wat mooier. En iedereen is dan happy, gaat happy naar huis. Maar het was geen beste wedstrijd. En ik hoop wel, want ik bedoel, komende weekend tegen Heerenveen uit. Het zal weer lastig worden. Als je zo begint als vanmiddag, dan ga je daar niet winnen. Maar juist daar heb je die agressiviteit nodig. Die wil om te winnen. Nee, maar dat bedoel ik. Je moet uitstralen dat je kampioen wil worden. Je moet uitstralen dat je de wedstrijd wil winnen. En dat je alles wil geven. En dat zag ik vanmiddag niet. Nee, opmerkelijk. Ja, nee, ik vond je het met hem eens? Ja, ik ben altijd met de mensen. Nee, maar het was meer zo van, wat ik raar vond is dat als ze moeten, dan komt er wel in één keer beleving. En dan spelen ze met druk naar voren en dan spelen ze heel goed. Ja, Frank die heeft het er wel een beetje ingekregen, vind ik. Dat ze proberen meteen druk te zetten. Maar daar kwam in het begin helemaal niks van terecht. En dan zie je dat je, ja, een ploeg als Excelsior is natuurlijk niet geen geweldige ploeg. Maar die krijgen toch hun kansen nog. En op een gegeven moment dacht ik van, het wordt nou wel heel spannend. Maar uiteindelijk, als je Ajax bent, moet je natuurlijk gewoon 4-5 en winnen van Excelsior. Ja, dat is een punt wat Frank de Boer aanstipte afgelopen vrijdag op de persdag. Die zei, ik mis geilheid voor de goal. Kan je uitleggen wat het is? Geilheid? Ja. Nou ja, er zitten kinderen bij. Hè? Dus, voor de goal? Voor de goal. Ja, laat ik het specificeren dan. De wil om absoluut te scoren. En ja, in Duitsland zeiden ze altijd, je moet daar staan waar het pijn doet, zeg maar. En dat betekent eigenlijk dat je hebt wel van die spits, weet je, Huntelaar was zo'n spits, Van Nistelrooy. Nee. Ja, die wilde alles scoren, al was die bal op de doellijn. En ja, dat mis je wel een beetje bij Ajax. En ik moet ook zeggen, de schoten van afstand, dat leek ook nergens op. En, er zit geen vuur achter, hè? Er zit geen venijn in. Absoluut niet. Jullie hebben allebei gescoord. Mis jij die geilheid voor de goal ook? Is dat iets wat je herkent als Frank de Boer dat zegt? Ja, Raf zegt, die afstandsschoten, maar ik heb eigenlijk bijna helemaal geen afstandsschot gezien. Niet iemand die iets probeert vanuit de tweede lijn. Je ziet op een gegeven moment dat je de voetballend niet doorheen komt. En ik denk toch wel dat je op een gegeven moment dan wat moet proberen. En dan ga je maar een keer van afstand schieten en dan zie je het wel. Maar ja, er zat niet veel in. Met name de eerste helft, tweede helft vond ik het wat beter. Hè? Ja. Net wat Raf zegt, dan kom je in de wedstrijd en je weet dat je die wedstrijd toch wel wint uiteindelijk. Maar ja, er moet wel wat meer bereidheid zijn. Bereidheid om die wedstrijd te willen winnen en vanaf het begin. En niet als Feyenoord 2-1 scoorde en later 3-1, dat je dan wel ineens wil. Ik bedoel, dat was duidelijk zichtbaar vanmiddag. Nou, dat was een omslagpunt in de wedstrijd. Ja. Is het opmerkelijk dat El Hamdoui niet scoort vandaag? Nou ja, opmerkelijk weet ik niet. Hij zat niet best in de wedstrijd. Maar je ziet wel dat hij werkt voor de ploeg. Hij loopt heen en weer. Hij komt, wat mij, ik denk overigens dat hij iets te veel in de bal wil spelen. Je ziet op een gegeven moment dat hij dan niet lekker in de wedstrijd zit. En dan gaat hij zoeken. En dan gaat hij die ballen halen. En ja, dat is niet zijn ding. Ja, hij moet voorin blijven. Zakt hij terug in het middenveld. En ja, als je dan de bal verspeelt, dan je merkt al dat het publiek niet helemaal een fan zijn van El Hamdoui. Wat me wel opviel was dat hij werd gewisseld. En bij elk doelpunt dat Ajax scoorde, hij stond als eerste te juichen. Dus volgens mij zijn wil is wel heel erg groot.
En ik vind ook die supporters moeten ook ophouden met fluiten, want die wil kampioen worden. En we hebben in het begin van het seizoen gezien hoe goed hij kan voetballen. Ja. En hoeveel goals hij kan maken. Ja, 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 de topscorer van vorig jaar. Ja, daarom, dat zeg ik. Maar dat zeg ik net. Hij wil de wil om zijn stinkende best te doen. En dat zie je ook. Hij werkt en hij sleurt en hij doet zijn ding. Is mentaal ook heel knap. Zeker. Je wordt uitgesloten door je eigen publiek. Heb je dat ook meegemaakt? Ik vind dat de supporters juist in deze fase van de competitie, de eindfase, waarin je kampioen kan worden na zo'n lange tijd. Je weet toch dat hij uiteindelijk de spits, nummer 1 spits van Ajax is, want hij staat er elke keer weer in. Geef die jongen vertrouwen. Dit helpt niet om juist tegenin te gaan en uit te fluiten. Maar overigens wat Raf zegt, knap dat hij zo mentaal zo sterk is. En bij elk doelpunt juist als eerste naar voren komt. Knap. Ja. Is Ajax publiek anders dan Engels publiek? Ja, nee, dat kan je niet vergelijken natuurlijk. Maar het Engelse publiek die wordt al blij als je een bal uitschiet, waar ze spreken. Ja. Dus, als je hem goed raakt, ja. Als je over de achterlijn rent, ja. Dan krijg je wel applaus. Nee, maar als je een bal aanneemt, dat vinden ze fantastisch. echt, en hij springt niet weg. En in Nederland zijn we natuurlijk verwend, en zeker het Ajax publiek. Ja, die houdt van mooi voetbal, veel goals. En, dus daar moet je wel wat meer tegen kunnen, want het is niet makkelijk. We hebben ook voor Madrid gespeeld, allebei. Maar dat is nog wel een tikje erger als Ajax. Als je Ajax en Madrid hebt gehad, dan kun je wel een stootje hebben. Ja? Ja. Ja. Mag ik even met jullie terug in de gedachten, want nu speelde Ajax thuis tegen Excelsior. Hoe was dat in jullie tijd als je wist dat je op zondag Excelsior op bezoek kreeg? Wat voor zaterdagavond heb je dan? Wat voor gedachten zitten dan in je hoofd? Makkie? Nou ja, met alle respect voor Excelsior, maar wel wel dat je uiteindelijk weet dat je met 3 punten van het veld staat. Dat is ook niet makkelijk. Het zijn ook geen wedstrijden waar ik naar uitkeek of zo. Nee. Waarom niet? Ja, nee, Excelsior, je kan het nooit goed doen. Dat gevoel ga je natuurlijk wel het veld in. En, je wil wel, maar op een of andere manier gaat het gewoon niet. Kijk, en dan als je dan Ajax tegen een Feyenoord ziet, ja, dan gaat het vanzelf. Maar het is toch vaak heel moeilijk tegen dit soort tegenstanders om jezelf te motiveren. Nou, ik bedoel, wij hebben ook draken van wedstrijden gespeeld. Dus, Ja, die vergeet je vrij snel, hè, natuurlijk. Vrij snel, ja. Maar is dat ook zo dan nu in Engeland, bijvoorbeeld Blackpool? Ja, wij speelden gisteren tegen... Is dat ook zo moeilijk? Wij speelden gisteren tegen West Brom. Nee, ik kende niet eens spelen. Maar, maar ze gingen tekeer als gek. En we spelen 2-2, dus ja. En tegen Arsenal spelen we een geweldige wedstrijd. Ja, zo gaat dat.